Ja, dames en heren, goed dag, we hebben we weer. We gaan weer een poging doen met speciaal transport in deze serie. Vorige keer, zaten er wat foutjes in de game, laat het allemaal behouden. Nou ja, ik had mijn concentratie niet. Ik hoop dat ik hem dit keer wel heb. Ik heb stroopwafels gegeten, dus je zou zeggen van, ja, maakt geen verschil. Huh? Maar goed, we gaan het gewoon weer proberen. Dit keer met een MAN TGX Euro 5. En een beste warmtewisselaar, geloof ik. Yes, 70 ton. Goeiedag. Mijn kant moet op. Hoe geloven we nu? Oeh, god, drek rechts of. Oh. Maar goed, dames en heren, ben we weer. Weer een nieuwe ronde. Sla rechts af. 6447 euro levert deze op, als het allemaal mag meezitten. Ga ik weer te krap om, ben ik nou alweer in de smies, dan zit ik daar weer bovenop te pokken. Oeh, doorgekomen dreamt. Huh? Is er zoveel collision op die vangrail? Kijk, dat bedoel ik, bugjes in de game, dames en heren. Is niet mijn fout. Is dit nou dan? Stomme vangrail. We gaan nog een beetje krabber om. Ja, dat hebben we gehad. Kan ik weer uitsturen. En gaan we op pad, dames en heren. Gezellig. Kijken jullie mee? Doe dan even de gordel om voor eigen veiligheid. En dan rijden jullie gezellig. Mijn dreamteam mee. Hatzee. Vanuit Brussel gaan we dit keer naar Amsterdam. Mag nou mooi met de MAN. Man, man, man. Is de vrachtwagen van vandaag. Nu, jij gaat dus allemaal voor. En geen toeter? Ah, toch wel. Hoe breed ben ik vandaag? Redelijk breed, ja. We gaan het meemaken. Ik ben benieuwd wat dit weer voor schades en tafereeltjes brengt. Misschien wil helemaal niks en gaat het goed. Rijd rechtdoor. Maar dat zien we wel als we bestemming zijn. Dan kunnen we de andere even over hebben en eens even bepalen hoe het gegaan is. Even de rit doornemen, hè? Ja, toch. Wel irritant. Vervelend, saai. Motorgeluid. Maar goed, daar kan ik niks aan doen. Blijf rechts. Dat heb ik erbij gekregen. Dat is nadeel dat ik geen eigen trucs heb en dat soort dingen. Wat zei ze nou rechtsaf? Mooi. Sla rechtsaf. Allemaal bij weten, joh. Hoezo waarschuwen? Zo'n brokpiloot ben ik daar ook weer niet. Even zwaar trekken, zo'n subtachton de beeld op. Wat doe je nou? Laat hem maar gas geven. He? Ik ben druk. Snap dat dan. Oefendorie! Hallo. Hoor is hij dan? Is hij nog in de kroeg? Oh, we mogen alweer. Niets gezegd, gaan we weer. Rettekatet! Schakel. En wat een saai geluid. Maar goed, maakt niet uit. Kunnen we nu even niks aan doen, maar ja, het is zo. Hè? We komen er wel met deze 7 ton. Trans. Nou ja, 7 ton. 70 ton. Nou, in principe 7 ton. Nul is niks natuurlijk, hè? Zeggen ze wel eens. Ja. Ik denk het ook. Mooi man, geweldig. Oh, rustig aan. De concentratie er wel in bijhouden. Kan wel eens handig wezen. Maar weer 6447 euro'tjes. En hoe hard gaan we? 60. Nou, dat moet ik ook niet. Ietsjes afremmen nog. 65. Cruisie aan. Yes, 59. Ook prima. Die 1 kilometer. Misschien voor eigen wil. Best wil ook maar beter. En ik heb deze vracht dus genomen niet zozeer omdat het het hoogste bedrag had. Wat het zou opleveren, maar ook door de ervaring die we weer opdoen. En ik vind het eigenlijk nog heel leuk om te doen.
Vooral als het een beetje goed gaan wil, dat vind ik normaal mooi. Maar ook vooral inderdaad de XP, de ervaringspunten die we krijgen om te levelen. Is ook wel weer van belang. Kan ik die weer puntjes, die vaardigheidspunten weer gebruiken? Ach, en met de tijd pakken we ook wel eens een keer die langere rit aan. Dat komt allemaal wel goed, dames en heren. Ook was ik wel benieuwd als de tweede keer met zo'n gevaarte ook weer zo gigantisch fout zou gaan. Maar tot nu toe gaat het wel lekker. En ja, we gaan lekker door. We zullen doorgaan. Wij zullen doorgaan. En ja, hoe lang moeten we nog? 109, of nou, hoe lang, hoe ver? 168 kilometer. Och, jongens. Zo weer laat, ja. Ja, ik weet het. Rijd rechtdoor. Die aan doen nou. Oeps. Ik ben verder niet snel afgeleid, dus dat is ook een heel groot voordeel van mij. Daar heb ik geluk mee dat ik daar geen last van heb. Dus ja. En tuut naar de vrachtwagenchauffeur. Mooi. Schitterend. Nou, dan gaan we dan. Rititi. Oeh, dat ging bijna fout. Haha, bijna, nog net niet helemaal. Dus dat is ook weer een heel groot voordeel. Dus ja, ik heb gesproken. Ik vliegtuig gewoon een stik. Boah, modern. Radiografisch. Nou, prachtig mooi. Alles. Inbekeurens maken, Dream Team is niet nodig. Gauw in de win is wel net zo veilig, hè? Hartstikke idee, daar gaat hij dan. Hier, truckspotters. Denk ik. Of een flitser, kennen ook. Wat staat daar op die auto? Ik ben schieuwnierig. Pijltjes. Ach zo ja. Politieauto. Allee manneke. There we go again. Moet ik nog tanken? Gelukkig niet. Wat een wel de uitdaging geweest met deze combinatie. Was vast niet goed gegaan, denk ik zo. Een zwaai nu niet mooi. Doe ik zo. Nee, apart, verwacht je niet, maar ik doe het toch. Sociaal ben ik. Ja, och, ik ben zo'n vriendelijke man. Och, wat ben ik vriendelijk. 2, 2, 2, 2. Even kijken. Er komt een rijstrookwijziging aan. Ta-da-ta-ta. Hatschikidee. Ook weer gelukt. Nou, was een moeilijke opdracht. Goed, ik wou wat vertellen, maar dat ben ik inmiddels ook weer vergeten. Kan gebeuren, het overkomt je, is niet erg. Was het een beetje. Of was het een bult, wat was het nou? Ik weet het niet meer. Maakt niet uit, laat maar gaan. Laat maar waaien. Een pittige stukje transport al dit 70 ton. Je merkt het wel aan de truck. Was ook trouwens niet best geweest als die truck het niet vernam natuurlijk. Je was je wel een beetje nep geweest. Wat een leuke wolkjes. Oh, zijn allemaal geen wolkjes, het is gewoon de horizon. De lucht. Nou, mooi man, 111 kilometer zijn er bijna. Ik heb weer bed. Geweldig, hou ik van. Vind ik leuk. Nachtrijders. Ik ben kort eens kijken wat het gaat kosten als ik een tweedehands truck ga kopen. En wat überhaupt ook het aanbod is qua tweedehands trucks. Is ook wel weer afwachten natuurlijk. Maar we gaan het meemaken. En als je nou denkt, goh, ik wil bij VTC rijden, is dat ook mogelijk natuurlijk. Ik heb eigen VTC hebben wij aan de klungel. Ja, inderdaad aan de klungel. Met Dream Trucking.
Ja, de naam en het geklungel, dat past wel mooi bij elkaar, moet ik zeggen. Linkje staan in de beschrijving, kan zowel met Truckee. De Truckee app dus als Trucksboek kan tegelijk, maar kan ook apart van elkaar. Dus lijkt het je wat, kom eens even langs. Even op de Discord of iets, of kijk even op de, via de linkjes. En misschien tot in de pruimetijd, oftewel de toekomst. Wat staat er? Ah, nou, zo mooi, joh. Tik-tak, 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 ta-da-da-da-da-da-da-da-da. Nee, joh, ga lekker stilstaan. Kan jou schelen. Doe schek. Rotterdam, we moeten naar Amsterdam. We moeten een klein stukje verder. Joh. On the Hunebed Highway. Oh nee, dat is hier niet, hè. Dat is meer bij mij in de buurt. Maar niet hier, denk ik. Maar die gaat bij Rakels mooi, ik kan niet verzekken. Waarom rijden wij zo langzaam dan? Heb die koffiepauze. Europoort, 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 poort, poort. Helemaal goed, ja. Sla rechts af. Hij wil fix that for you. Even een beetje op de remmen. Oh, nou raap ik mijn beeld. Oeh, dat gaat niet goed. Ah, wel kop onder riempje. Nou, wel wat makkelijker moet ik zeggen, hoor. Ik wil niet zeuren of zo, maar. Dan krijg ik weer commentaar op mijn schakel. Patronen. Met automaat nemen. Ja, dat weet ik ook wel. Boefjes. Buut. Hé, hey, tunnelsyndroom. Nou, dat is weer wat anders, hè. Sorry. Het flipt er ook zo uit, hè. Kinderbeuren, toverkomtje. La 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 la. Nog 75 kilometer zijn we in Amsterdam. Ja, nou ja, dat. Dat moet je mee doen. Ja. Ik ook. Laat ik hem overschakelen. Misschien is dat wel even net zo prettig voor de vrachtwagen en de versnellingsbak en alles, noem maar op. Of het milieu ook wel zo prettig misschien. Ja, en dat is speciaal transport. In principe die naam past wel redelijk bij mij. Want ik ben wat dat betreft ook een speciale chauffeur. Ja. Ene die niet spoort in elk geval. Vandaar dat ik ook gewoon op het asfalt rijd. Ja. Je verwacht het niet, maar zo simpel kan het wel wezen. Echt waar hoor. Hoe hou je vast? Daar gaan we. Jo. Ho. Ho. Die vrachtwagen wil weg. Dat maakt nooit. Dan zeg ik ook al je vast waarschijnlijk. Ik wist dat dit ging gebeuren. Vermoedelijk. Vrachtwagentje. Hoi. Opletten drie teams. We moeten omhoog. Yes. Het is ons gelukt. Mooi man. Oeh, onze nieuwe vrachtwagen, ik ruik hem al. Hij is in het zicht. Ik moet alleen nog even kijken waar zicht is in de toekomst. Maar daar zal onze vrachtwagen dan staan. Oh, wat mooi. Prachtig. Ik ben er al bijna. Ik ben verder niet ongeduldig hoor, dames en heren. Ik heb geduld genoeg, maar... Ik vind het alleen interessant om wel even te weten hoe lang en wat dan ook. Ja. Mooi. Tweedel, 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 tweet. En
Even kijken. Kijk, Amsterdam, Groningen. We gaan de goede kant op. Blijkt. Blijf rechts volgen. Dan gaan we dan met onze afzuigkap. Wee! Althans, zo klinkt het wel. Tuut, er komt een rijstrook bij ze ging aan. Mijn onkel sta ik stil, kreeg een ongeluk, dus daar vroeg ik niet af te remmen. Hé, Muiden, gaan we naar je Muiden? Waar de klokken luiden. Ik word er een beetje bang van. Dit soort bochtjes zijn niet voor mij weggelegd. Oh? Hier. Yeah. Chauffeurtje, hè? Sla rechts af. Sla rechts af. Dat, een heel fanatiek truus. Dat ken nooit. Hoppatee. Mooi in de nachtelijke uurtjes. 11 over 12. Ja, ja, ja. In de game, uiteraard. Hè? Mooi duister. Lekker rustig op de weg. Wel net zo veilig en net zo handig. Jowa. En zo rijden wij nog even de laatste 11 kilometertjes van deze opdracht. Hij past richting aan. Ah, nou, vandaar dus. Moet ik hem wel van de vangrail afzien te houden. Blijf links volgen, daarna links afslaan. U gaat veel te hard. Links afslaan? Hier, we gaan naar een nieuw kasteel. Sla links af. Je ding hier op het transportje om voor het kasteel. Oh. Even kijken. Oh, het zal vast goed gaan. Tot nu toe hebben we nog geen fratsen gehad, dames en heren. Wel jammer voor de shorts, maar goed, het is niet anders. Nu ben wij ook professioneel bezig, hè, dus... is ook meer dan genoeg, is ook vermoeiend. Dus. Oh, ik kijk hoe ik kan. Zo dadelijk links afslaan. Helemaal goed. Niet door die poortjes toch, mag ik open. Sla links af. Moet ik hier tussendoor? U heeft uw bestemming bereikt. Oh, dat wil makkelijk, ja. Het deed krapper. Oh, omdat ik hier een ronde doorpas. Nou. Nou, het wil net. En dat is genoeg natuurlijk, maar... Wee! Ah, net als anders. Altijd net te vroeg of te laat op de rem. Bam, jongen. Wie heeft fixed it? Mooi werk, man. Inderdaad, man. Emma en vrachtwageltje. Goed, we drukken op een knopje. Oeh, dat klinkt niet best. Helemaal rauw. Ontkoppelen.
Prachtig. Groot voor stuk, hoe groter hoe beter. Ja zeg, hou je eens even in. We zijn level omhoog. Hier, nou. Je denkt al van goh, hij is enthousiast, maar kijk eens, we zijn een enthousiasteling geworden zojuist. Dus vandaar. En hier worden we weer saai, daar ben we ervaren werken, best wel serieus en zo. Och, ja. Och. Wij zullen doorgaan. Even kijken, waar gaan we hem even op kwakken? Hierop. Oink. Toepassen. Nou. Dat was ook alweer gebeurd met de bret. Bijzonder, hè? Kan snel gaan. Oh. Ach, dan mooi. Dames en heren, dikke duim voor jullie. Bedankt voor koekeloeren. Was weer een mooie in de serie naar het miljoenenbedrijf. En, nou ja. Dat laatste stukje miljoenenbedrijf is nog een poosje weg. Maar goed, is niet erg. Ik wou hem kijken als het toevallig... Oh, wacht. Misschien kun je weer hem koekeloeren. Kijken jullie met me mee? Die is gratis. Een slaapcabine, dat past wel bij mij. Ik heb zo'n Scania te koop. Ja, joh. Nou, wel mooi dat er een normaal dak op zit en geen abnormale. Dat kan ik ook wel inkomen. Ja, vind ik wel weer netjes. Al is zo'n R2009 ook mooi, hè? Ja. Was zo'n ding. Knijders. Ja, nee, dan moeten we nog heel eventjes geduld hebben. 80. Nee, ik ga geen vehicle kopen. Dan ga ik nog liever op de bakfiets. Ja, wat? Toppetjes. Maar we komen dus in de buurt, hè. Maar bericht van de bank. Waar vind ik de berichten? WhatsApp. Waar staat WhatsApp? Kallelovers. Mooi woord voor de scribble trouwens, deze. Deze truckverkenner. Deze ook wel. Logistiek kaart. Maar goed, daar zijn we helemaal niet naar op zoek. Waar was ik nou wel naar op zoek? Oh ja, de e-mail. De WhatsApp. Ah, wacht hier. Eenmaal bericht van de bank. Heel nodig, je zeker. We dachten dat u misschien het leuk vindt. Heeft u behoefte aan een financiering? Nou, laten we eens kijken. Hoekbank of gewone bank. Maak 50.000 leen. Dan heb ik 50.000 extra, dames en heren. Ja, toch? Heel makkelijk gerekend. Dus 100.000 is 143.000. Nou, dan gaan we nog eens een keer koekeloeren. Bij de gebruikte trucks. Scania. Zou ik deze kennen kopen met 28.327 kilometer op de teller tweedehands? Slijtage op het chassis is 8%, op de cabine 9%. En de remschijven 8%. Dan scheelt dat ik die wat dat betreft niet zo heel vaak gebruik. Daar ook wel onbekend, toch? Maar dit zouden we dus kunnen doen. Voor de volgende ronde. Kunnen we er nog een nachtje over slapen. Ik wacht even de reacties af wat jullie ervan vinden. Deze kopen. Met een lening. Of andersom eigenlijk met lening deze kopen. Is makkelijker, hè? En dan, of niet. Dan gaan we nog even verder met gewoon een rit. Dames en heren, knal het er maar in neer. Dan ben ik heel benieuwd. Wil ik jullie bij deze bedanken voor alles. Dus bij deze bedankt voor alles. Ja, dikke duim naar jullie. Knal jullie duimpje omhoog onder deze video. En vergeet niet te abonneren. Heel gratis en wordt zeer en zeer gewaardeerd. Dan zou ik zeggen, rustig aan doen. En tot de volgende. Bye bye. Zwaai zwaai. Ciao.